Het Nationaal Ballet is bezig om ter gelegenheid van het Holland Festival de eerste uitvoering van het ballet Giselle voor te bereiden. De groep is juist teruggekeerd van een tournee door Zuid-Amerika en wijdt zich vol vuur aan deze nieuwe opgave van dit klassieke romantische ballet. Voor de hoofdrollen heeft men Russische dansers uitgenodigd en wel twee sterdansers uit Leningrad die door Sonja Gaskell op Schiphol begroet werden. Natalia Marakova en Anatoly Nizhnevich begonnen een dag later aan de repetitie met het Nationale Ballet. Men ziet Natalia als Giselles geest opstaan uit haar graf om de geliefde prins die zij ten dode lief had, doch die haar verstoten, te ontmoeten. Ook de repetitie toont het verbluffend gemak en het technisch kunnen van de Russische danskunstenaars. Sonja Gaskell, de leidster van het ballet, kijkt met belangstelling naar wat haar corps de ballet op de repetitie presteert. Aan het einde van het ballet keert Giselle terug naar haar graf, haar minnaar wanhopig achterlatend. Het Holland Festival zal een schitterende Giselle te zien geven.